Uw tips kunnen cruciaal zijn, dus het belteam zit live klaar voor uw tips. En we beginnen vanavond met de laatste stand van zaken rond de zorgwekkende vermissing van de 36-jarige Sylvana Heber uit Hogeloon. Afgelopen zaterdagochtend kwam ze niet opdagen bij een belangrijke afspraak. Er zijn grote zorgen om haar lot. Sylvana is moeder van 2 tieners en die zou ze nooit zonder iets te zeggen achterlaten. Nu aan de telefoon mevrouw Kramer van het Openbaar Ministerie. Ook vandaag is er gezocht en u heeft nieuws. Ja, dat klopt. Want in de dagenlange zoektocht naar Sylvana zijn wij aan het eind van deze middag gestuurd op een locatie in het grensgebied tussen Vessem en Veldhoven. En op dit moment vindt op die locatie sporenonderzoek plaats. En we hopen snel meer duidelijkheid te hebben over wat er uit dat onderzoek komt. Goed, die locatie is dus een nieuw element in uw onderzoek. Nou heeft u afgelopen weekend al wel een verdachte opgepakt. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, de afgelopen zaterdag is haar 41-jarige ex-partner aangehouden. Vandaag is hij voorgeleid aan de rechtercommissaris en die bepaalde dat hij nog zeker 2 weken langer vast blijft zitten. En de man zit nu in voorlopige hechtenis op verdenking van de moord op Sylvana. Ja, dit onderzoek is dus volop bezig. Welke vragen heeft u vanavond voor onze kijkers? Ja, we zijn dit weekend druk begonnen in de directe omgeving van haar nieuwe huis en het huis van haar ex-partner in Hogeloon, waar ze met haar kinderen woonde. En die huizen die liggen aan de Dijkmeesterstraat en de Hoofdstraat in Hogeloon. En die huizen zijn ook van binnen onderzocht. Het laatst bekende levensteken van Sylvana is van vrijdagavond. En we willen met spoed graag in contact komen met mensen die denken dat zij haar daarna nog hebben gezien. Mogelijk in combinatie met een zwarte Mercedes-Benz waar haar ex-vriend in reed. Ja, we hebben een signalement. De 36-jarige Sylvana is te herkennen aan haar rossig halflange haar dat ze vaak in een staart droeg, zoals op deze foto. Ze is vrij klein, maar 1,60 meter. En ook was ze mogelijk in het bezit van haar bruine handtas. Uw tips zijn in deze vermissingszaak meer dan welkom. Als u naar de studio belt, dan neemt een van de medewerkers van de tiplijn met u door wat u zag of weet. En die speelt die informatie daarna direct door naar het rechercheteam in Brabant. En als u bijvoorbeeld ook iets weet over problemen van Sylvana, dan kan een rechercheur daar ook later nog rustig met u over verder praten. Help alsjeblieft. Als u liever anoniem iets door wil geven, dat kan ook bij M. Vertrouwelijk tippen bij de politie kan trouwens ook bij het TNI. En wie liever wil mailen dan bellen, u vindt een tipformulier op onze site. En uiteraard bedanken we mevrouw Kramer voor de toelichting. En we hopen dat er snel meer duidelijkheid komt.